We zijn hier vanmiddag eigenlijk op speciaal verzoek van de gemeente en op speciaal verzoek van de wethouder. We hebben begin van dit jaar met z'n allen de grote UPAS-actie gehouden. En we hebben daar toch wel indruk mee gemaakt. Niet alleen bij ons in onze eigen wijk Ondiep en Pijlsweert, maar gewoon in, toch wel in heel Utrecht en zeker ook bij de gemeente. De vrijwilligers zijn vandaag in het zonnetje gezet. Waarom? Omdat deze ongeveer 60 vrijwilligers begin van dit jaar 2000 nieuwjaarspakketten hebben klaargemaakt, ingepakt, noem maar op. En verspreid hebben onder 2000 UPAS-houders in Zuilen, Ondiep, Pijlsweert. En daarmee een prachtige actie hebben neergezet, denk ik, van betrokkenheid bij mensen in de wijk die het wat minder hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En we kregen van uw secretaresse een belletje van de wethouder zou heel graag al die 60 man eens even daarvoor willen bedanken. Je doet vrijwilligerswerk bij de voedselbank. Ja, ja. Waarom? Waarom? Omdat het leuk is om voor mensen te werken en bezig te zijn. Daar is het eigenlijk voor. Sociale contacten opzoeken. Ja, je krijgt er zoveel meer voor terug als mijn gewoon baantje. Je maakt echt mensen blij. Ja. En dat is iets waar je eigenlijk geen uurloon tegenover kan zetten. En ik wil u graag voorstellen aan mijn liefste en allerbeste en ook jongste vrijwilliger, onze Kimberly. De hardste werker van de hele groep. Geniet van de eitjes en die mok die blijft. Dan kan je altijd nog even terugdenken aan deze mooie... Hoe vind je nu dat de wethouder hier is geweest? Heel leuk en heel goed gedaan. Waarom vind je het leuk? Omdat ik dan dat er nog meer vrijwilligers dan in het zonnetje was gezet voor het goede werk wat we doen. Ja, vind ik een goede zaak. Toon betrokkenheid is heel erg belangrijk. En je voelt je ook wat meer gewaardeerd. Je wordt eigenlijk altijd wel in het zonnetje gezet, vind ik. Het is altijd een dankjewel en even leuk met elkaar omgaan. Dus de beloning is er eigenlijk iedere week wel. Zo zie ik het altijd. En dat het zo'n speciale dag is vandaag, dat is altijd leuk natuurlijk. Van eventjes van het extraatje, van dat er even aandacht aan gegeven wordt. Ik vind het voor mijn vrijwilligers heel erg belangrijk dat ook, zeker vanuit een instantie als de gemeente Utrecht, de wethouder, dat die ook laten zien dat ze weten wat er in de wijk gebeurt. En dat ze in ieder geval een stukje op prijs stellen dat mensen hun vrije tijd ten behoeve van hun medemensen inzetten. Heel de stichting, eigenlijk iedereen, is gewoon ontiegelijk apentrots op jullie. Hartstikke tof, hartstikke bedankt. En ik hoop nog vaker jullie een beroep te mogen doen. Want hoe waardevol zijn vrijwilligers voor de gemeente? Vrijwilligers zijn de samenbinders van de samenleving. Hè? Het cement, of hoe moet je het noemen? Vrijwilligers zorgen ervoor eigenlijk dat we een samenleving zijn. Zonder vrijwilligers is er geen mogelijkheid om iets in verenigingsverband, in voedselbankverband, in welke activiteit er ook te doen. Dus je hebt altijd je vrijwilligers nodig. En zo zie je maar weer dat je met gezamenlijke krachten, met inzet van verschillende mensen, echt mooie, betekenisvolle dingen kan doen voor de wijk. Supergoed. Oké, dank u wel. Ja.